En God roept ons op in de Bijbel. Daar waar één deel van het lichaam lijdt, daar lijden we allemaal. En daarom ben ik blij dat u hier bent. Dat we gezamenlijk als christenen naast elkaar staan. En dat ik kon zeggen vorige week in Irak, u staat niet alleen. Er zijn duizenden christenen in Nederland die voor u bidden op dit moment. En dat doet me denken aan het verhaal wat ik hoorde een tijdje geleden van twee Iraanse christenen. Ze hadden in de Iraanse gevangenis gezeten. En ze zeiden, wij weten van de contacten die we met buiten hadden, dat er christenen voor ons baden. En elke keer als er gebeden werd en elke keer als wij het hoorden, dan lichtte ons hart op. Dan kwam het vuur tot leven. En dat zette ons aan om het evangelie te brengen hier in de gevangenis. Ze zeiden, wat hebben we te verliezen? We zitten toch al in de gevangenis. We kunnen niet meer in de gevangenis gegooid worden. En daar hebben ze het evangelie verkondigd. Ze hadden de doodstraf moeten krijgen in Iran. Maar door het gebed van vele christenen. En dat is ook Gods belofte. Staat ook in de Bijbel. Het gebed van een rechtvaardige mag veel. En is krachtig. En door dat gebed kwamen ze uiteindelijk vrij. Wonder boven wonder. Want er hing de doodstraf boven hun hoofd. En deze getuigenissen, die mogen we weten, mogen we meedragen van hier. Dat er kracht van gebed uitgaat. En dat zeg ik als christenpoliticus. Want ik weet ook hoe belangrijk het is om in die arena, hier een paar honderd meter verderop, alleen maar te kunnen staan als u, als wij elkaar Gods wijsheid, om Gods wijsheid vragen. En daarom ben ik blij met deze dag. En daarom zeg ik ook tegen de politici daar, tegen het kabinet, laat de christenen in het Midden-Oosten niet in de steek. En ik zal de roep doorgeven van deze mevrouw. En ik zal die roep doorgeven uit 2008 en ook nu weer de afgelopen week toen ik daar was. Laat ons niet in de steek. En wat betekent het dan, heb ik hun gevraagd. Wat betekent het dan, wat kunnen we dan doen? Ten eerste, bidden, zeiden ze. Er zit kracht in gebed. Iedereen die bidt, waar die ook is, daar zal het licht ontbranden. Daar zal het krachtig worden. En God zal zijn werk doen door gebed heen. Ten tweede, maar ze zeiden, bid niet alleen. Help ons ook praktisch. Geef ons de hulp. De hulp van de VN, en ik heb ze ook gesproken, komt op gang, maar te langzaam. Mensen zitten in de sidderende hitte, 50 graden, onder de hete zon, in tenten, dekzeiltjes, met kinderen van soms 2-3 weken oud. Ik heb ze in mijn armen gehouden. Met ouderen van soms 70-80 jaar oud. Ze hebben schoon drinkwater nodig, ze hebben eten nodig. Dus als u kan, geef aan de organisaties die uitreiken, ook specifiek aan die christenen. Dorcas, TIER, ZOA, World Vision, noem ze maar op. Geef aan die organisaties. En ten derde vroeg ik, wat kunnen we nog meer doen? En toen zeiden ze, kom ons als internationale gemeenschap te hulp. Want we hebben nu 5 keer moeten vluchten. En als we nu weer teruggaan en over een paar maanden zitten we hier weer, daar geloven we niet meer in. We gaan alleen maar terug als er bescherming komt voor ons. En als u het niet doet, ontvang ons dan in uw landen. Dat zeg ik ook tegen de Nederlandse regering. Ontvang de christenen uit het Midden-Oosten als er geen hulp komt. En als die hulp dan niet komt, en daar was ik erg om verbaasd. Als die hulp er dan niet komt, zeiden de bisschoppen tegen mij. Ze waren daar zelfs met 5 patriarchen aanwezig. Als die hulp van het Westen er niet komt, stel ons dan in staat om onszelf te beschermen. Ik zei, hoe dan? Dan met middelen zodat we onszelf kunnen beschermen. En ja, ze noemden daar voor het eerst, in de 25 jaar dat ik me bezighoud met de vervolgde christenen, ze noemden daar voor het eerst de wapenen bij. En ze zeiden dat met pijn in hun hart, met tranen in hun ogen. Maar als het Westen ons dan niet ter hulp komt, laat ons dan op zijn minst onszelf beschermen zoals jullie dat ook met jullie NAVO en met jullie Defensiemacht doen. En ik was blij dat een eerste stap was gezet door de Nederlandse regering om die helmen en die schermvesten te leveren. En we hebben daar een grote verantwoordelijkheid. Want zoals Bonhoeffer zei, niets doen maakt ons ook schuldig. En ik hoop dat we de handen... Ja.
En ik hoop dat we op deze manier de handen in elkaar vouwen. Met het hoofd gericht op God, waar onze redding vandaan komt. Maar tegelijkertijd de handen uit de mouwen steken om te doen wat we kunnen om onze broeders en zusters bij te staan. Dank u wel, God zegen.